In deze video lees ik een stuk vanuit de ware tijd van 11 oktober 2024, geschreven door Wilfred Lewin. Het artikel bespreekt het recente besluit van het Caribisch gerechtshof, CCJ, om rechtsingang te verlenen en de Trinidadiaanse politiek analist Derek Ramsamoy. Ramsamoy vecht zijn detentie in Suriname in 2020 aan, waarbij mensenrechten schendingen een belangrijk thema zijn. Ik bespreek de kernpunten van de zaak, inclusief de rol van het Surinaamse recht en de hoorzitting die gepland staat voor 23 januari. Deel gerust je mening in de comments. De kop van het stuk luidt. Caribisch Hof verleent rechtsingang aan analist Ramsamoy om detentie in Suriname aan te vechten. Dit stuk wordt toegeschreven aan Wilfred Lewin. Ik zal lezen wat er vermeend wordt in dit stuk. Paramaribo, het Caribisch gerechtshof, Caricom Court of Justice, CCJ... Heeft donderdag besloten rechtsingang te verlenen aan de Trinidadiaanse politiek analyst Derek Ramsamoy... om zijn detentie in Suriname in 2020 aan te vechten bij dat Hof. Tijdens een zogeheten case management conferentie zei waarnemend president van de CCJ, rechter Winston Andersson, dat het Hof zowel het verzoek als de schriftelijke opmerkingen van de betrokken partijen in overweging heeft genomen. We hebben besloten rechtsingang te verlenen om deze zaak voortgang te laten hebben, zei Andersson. Nadat nou, hij zowel de advocaat van Ramsamoy, Justin Phelps, als de vertegenwoordiger van de staat Suriname, Hans-Lim APO, Jeer, yeah, had aangehoord over de aanklacht van Ramsamoy. Lim APO heeft bij de case management-zitting de aanklacht van Ramsamoy dat hij bij zijn aanhouding en detentie is onthouden van toegang tot een juridische vertegenwoordiger tegengesproken en ontkend. In de aanklacht van Ramsamoy tegen de staat Suriname wordt door zijn juridisch team veel aandacht besteed aan de mensenrechten schendingen die de analist gedurende zijn tijd in Suriname heeft ondervonden. De heer Ramsamoy heeft vanaf het bevind toegang verkregen tot juridische bijstand. Zijn zaak is nog steeds in behandeling bij de rechtbank in Suriname. Er is wat vertraving omdat hij niet fysiek aanwezig is en gevraagd heeft om de zaak virtueel te laten behandelen. Dat wordt in overweging genomen, zei Lim APO. De CC-rechter merkte op dat de drempel om rechtsingang te verlenen bij het Caribisch Hof erflaaf is. De aanvrager hoeft slechts een gemotiveerd verzoek aan het Hof voor te leveren. We erkennen dat er enkele feitelijke kwesties zijn die betwist worden en die alleen tijdens een hoorzitting kunnen worden opgelost, zei Andersson. Ook zei hij dat het Hof tot de conclusie is gekomen dat er verschillende interpretaties zijn van de status die moet worden vergeven aan het burgerlijk handvest van de CARICOM. Dat heeft bijgedragen aan het besluit dat dit het best bediscussieerd kan worden tijdens een volledige hoorzitting over deze kwestie. Bij de hoorzitting die op 23 januari zal plaatsvinden, wil de CCJ ook deskundige van het CARICOM-secretariaat worden als ook een deskundige in het Surinaams recht. 62, die zowel een Trinidad en Tobago als een Brits paspoort heeft, werd in oktober 2020 standrechtelijk vastgehouden in Paramaribo en mocht het land pas in september 2022 verlaten. Hij leidt aan een reeks medische problemen, waaronder diabetes, hoge bloeddruk en ernstige coronaire hartziekte. Op last van een rechter moest de Surinaamse regering het in beslag genomen paspoort van de analist weer aan hem afstaan. Dat gebeurde echter bij kans twee jaar nadat hij als verdachte was aangemerkt en aangehouden. Daarvan werd hij ruim acht maanden in detentie, voor arrest, de gehouden. De rest van de twee jaar werd hij in afwachting van de behandeling van zijn zaak vrijgelaten. Zonder te kunnen beschikken over zijn paspoort en andere persoonlijke bezittingen. Het besluit van de rechter om het zijn paspoort terug te veven, kwam na een overweging te hebben genomen dat de Ramse mooi te alle tijden blijk had geveven bereid te zijn zijn volledige medewerking te verlenen aan de onderzoekzaak en bereid was een eerlijk proces te ondersteunen. De Trinidadiane heeft volgens de Surinaamse rechter consequent aanverveven dat hij zijn naam langs legale wegen wilde zuiveren. In de aanklacht van Ramsamooi tegen de staat Suriname wordt door zijn juridisch team veel aandacht besteed aan de mensenrechten schendingen die de analist gedurende zijn tijd in Suriname heeft ondervonden. In detentie is zijn gezondheid snel achteruit gevaar, mede door de slechte en afwezige medische voorzieningen, maar ook omdat zijn verzoeken om in het buitenland medisch behandeld te worden werden afgewezen. De analist, die in verschillende Caribische landen heeft gewerkt, waaronder Jamaica, Viana, Grenade. ...ST, Lucia en ST, Kids en Nevis, kreeg op 6 oktober 2020 in zijn hotel in Paramaribo... ...bezoek van een politiefunctionaris die hem meedeelde dat de politie alleen een verklaring van hem wilde hebben... ...als ondersteuning van het onderzoek naar mogelijke malversaties die hebben plaatsgevonden bij de Surinaamse Postspaarbank, SPSB. Ramsamoy had klantonderzoeken uitgevoerd voor de SPSB, evenals enquêtes onder bankmedewerkers... Naast het uitvoeren van twee landenrisicobeoordelingen van Suriname in zijn hoedanigheid van analist en onderzoeker. De activiteiten werden betaald door de SPSB. Toen hij op basis van zijn toezegging zich naar het politiebureau begaf met medeneming van bewijsstukken over zijn werk en de betaling, werd hij als verdachte aangemerkt en meteen in verzekering gesteld. Uw mening over dit stuk kunt u onderaan de video plaatsen conform de richtlijnen.